De 17e eeuw is een zwarte eeuw met een bloedrode rand voor Gelderland. Veel, heel veel oorlogen worden op onze grond uitgevochten. Dit is echt waarschijnlijk de plek waar hij gestaan heeft. Die Lodewijk XIV met zijn machtige leger. Tienduizenden soldaten. Wij waren de militaire bufferzone voor het rijke Holland. Maar goed materieel kregen we niet. Er waren heel veel wapens die waren, zoals dat heet, onbekwaam. Scheppen, daar zat de houtworm in, affuiten van kanonnen die verrot waren en dergelijke. Ze hadden dus wel spul, maar het was nou niet bepaald up-to-date. En tot op de dag van vandaag leven wij in Gelderland met de gevolgen van het rampjaar. We bevinden ons nu op het Pannerdeskanaal. En dat is een regelrecht gevolg van het feit dat Lodewijk XIV zomaar door de Nederrijn kon waden. Vandaag in Ridders van Gelre, hoe Gelderland militaire bufferzone voor Holland werd. Kijken. Hoe duidelijk wil je het hebben? Ja, Gelderland als buffer voor Holland. Ja, precies. Holland de Gouden Eeuw met de Amsterdamse grachtengordel en zo. Ja, zij hadden de Gouden Eeuw. Voor ons was het een Zwarte Eeuw. Gelderland was gewoon het slagveld van de Republiek. In de hele 17e eeuw, maar zeker in 1672. Het rampjaar. Toen de Franse koning voor de deur stond. Daar wil ik wel wat meer van weten. Hier, op deze historische plek aan de rand van Gelderland, op de Elterberg, komt het erop aan. Bijna niemand meer weet hoe belangrijk deze plek in 1672 was. De vraag is, zijn de troepen van de Republiek sterk genoeg om een van de grootste legers in Europa uit de 17e eeuw tegen te houden? Ja, goeiedag. Hier, hallo. Goeiedag. Hier stond hij, Lodewijk, de 14e. Ja, inderdaad. Dit is echt waarschijnlijk de plek waar hij gestaan heeft. Die Lodewijk de 14e met zijn machtige leger. Ja, 100.000 man heb ik gehoord. Ja, in ieder geval tienduizenden soldaten die hier door dat Rijndal trokken en hier die doorwaadbare plaats overstaken. 10.000, dat is echt veel, hè? Want in die tijd had Nederland 1 miljoen inwoners. Ja. Een leger van 100.000 man, dat is... Ja, onverslaanbaar. Dus iedereen sloeg ook op de vlucht toen die vent eraan kwam met tienduizenden soldaten. Maar wat bezielde Lodewijk? Waarom wilde hij dan hier ons land in? Die Nederlanden, daar was het goud, hè? De Gouden Eeuw. Hier werd geld verdiend. Ja, in Holland. Ja, in Holland. Maar goed, hij wilde Holland overvallen. En deze kleurplaat? Ja, dit is hem, hè. Dit is een prachtige weergave van hoe dat toen geweest is en ook een bewijs dat we hier ongeveer op de plek staan waar hij toen ook met zijn paard stond. Lodewijk. Jazeker, de zonnekoning. Lodewijk, hier de berg, op de Elterberg. En daar hier de Rijn. En aan de overkant van de Rijn, wat zie je daar? De Dikke Toren en het Tolhuis waar hij naartoe wilde. Hier zijn allemaal soldaten die door de Rijn. Dat zijn die tienduizenden soldaten die hier overstaken. Over die doorwaadbare plaats. Hoe weet zo'n Franse koning nou waar je door de Rijn kan lopen? Ja, er heeft toch ergens een boer gelopen hier die er met zijn vee ook overstak. En die heeft waarschijnlijk toch al wat toegeschoven gekregen. Toen al een beetje fout in de oorlog. Ja, zwakke broeders heb je overal, joh. Ja. Heb je overal. Ze zijn hier massaal zijn ze hier overgestoken. Zonder slag of stoot? Nou, nee, niet helemaal. Er waren nog een 80 Friezen die ons even geholpen hebben. Ja. Maar die waren ook al vrij snel weg, want die kon het ook niet houden. Nee. Hoeveel mensen wonen er in Lobith? Ja, er waren misschien 50 of 100 mensen. Die wonen in zo'n boerengehuchtje. Dus die schrokken zich eigenlijk helemaal het lapazerus. Alabasters, zouden ze willen zeggen. Ja. Ja, dat is kansloos. Ja, dat is kansloos. Wat een overmacht. Ja. Wie had dat ooit gedacht? Dat Lodewijk XIV over de Rijn zou komen. Maar er was nog een verdedigingslinie, de IJssel. Deze rivier kreeg in tijden van oorlog een hoofdrol in de bescherming van het land. Men dacht dat hier de vijand tegengehouden kon worden. Als de IJssel behouden kon blijven,
was de Nederlandse Republiek gered. Ze waren wel veel aan het graven in die 17e eeuw. Vorige week was ik ook al bezig met die 80-jarige oorlog in Groenlo. Wat zijn we aan het maken? Wat we aan het maken zijn, dat is een versterking langs de IJssel. Lodewijk de 14e die is op weg naar Nederland. Die heeft Maastricht links laten liggen. En uiteindelijk trok hij dan naar de IJssel toe, richting Doesburg, was een versterkte stad. Die had een schipbrug en dan kon hij de IJssel over. Dus wij zijn langs de IJssel, langs de hele IJssel, zijn wij versterkingen aan het opwerpen. En daar gaan dan de soldaten achter staan in de hoop dat ze dan de Fransen tegen kunnen houden. Want dit is de IJssel in 1672. Dit is de IJssel in 1672, moet je je voorstellen. Laag water. Het is laag water. Dat is het gevaarlijke ook van het lage water. Die IJssel die was tussen Zutphen en Dieren ongeveer op 14 plekken wel doorwaadbaar. Dus je moet ergens een verdedigingswal maken. En dan maak je hier een verdedigingswal in de hoop dat je ze dan daar tegen kan houden. Wij moesten ervoor zorgen dat de vijand niet vanuit Duitsland richting Amsterdam kon, richting Den Haag. Kijk, die IJssel was een militaire buffer. Die militaire buffer die kon dan de vijand tegenhouden. En dan konden we in Holland, bij de Republiek, daar kon men voldoende versterkingen opbouwen. Ik geloof dat de zwaan hier achter zich ook een beetje bedreigd voelt door ons. Ik denk het wel. Misschien wel een mooi symbolisch, want ken je dat schilderij, dat beroemde schilderij... In het Rijksmuseum, met die zwaan. Van die zwaan die zich bedreigd voelt. De zwaan is eigenlijk de Nederlandse Republiek. Wil 7 eieren bewaken, de 7 Nederlandse provincies. Maar wel symbolisch. Mooi symbolischer kan het niet dan dit, dacht ik. En de zwaan heeft gelijk, want Lodewijk de 14e, de bedreiging van de Nederlandse Republiek, is al dichtbij, dus... Hij is heel dichtbij. Moet laten we doorgraven. Ja. Doorscheppen. Misschien even in de maat, Rob, dat we allebei tegelijk... Anders dan redden we het niet. Voordat Lodewijk er is. Ja. 1, 2, ja. 1, 2, ja. De IJssel was dan wel de verdedigingslinie. Maar de Oude Rijn, dat zou de zwakke plek in de verdediging blijken te zijn. Zo. Even hoor. Schildknaapje, best makkelijk. Ja, hè? Om het een en ander aan te geven. Maar we zijn er klaar voor. Ja, die Lodewijk die zat natuurlijk lekker op zijn paard. Ja, nog een slimmerik. Ja. Je liet het vuile werk aan het voetvolk over, hè? Zo. Dit is de Oude Rijn. Dit is de Oude Rijn. En daar stond Lodewijk. Elterberg. Daar bovenop stond Lodewijk te kijken naar dat leger wat hier overstak. En waarom zou je de Rijn oversteken als je... Nou, die Lodewijk die had een hele slimme strategische generaal in dienst. Die heette Condé. En die Condé die had bedacht van ik laat Fort Schenkerschans de ene kant liggen. En de hele IJssellinie liggen? En die hele IJssellinie heb ik niet nodig. Als ik bij Lobet die doorwaadbare plaats over kan steken, dan zit ik tussen de Rijn en de Waal. En op het eind, daar ligt Den Haag. Ja. Het centrum van de Hollandse macht. En dan gingen die soldaten moesten dus de Rijn in? Ja, ja die soldaten hadden niet zo'n waardpak. Nee? Die moesten er zo in. Nou. Kom, ridder. Ja, mag je even een handje helpen? Zeker. Nou ja, ik loop niet elke dag in de Rijn. Nee, ik ook niet. Oeh, hier wordt het anders. Hier wordt het anders. Oh. Ja, kijk, ja, het gaat nog verder weg. Het gaat hier echt diep naar beneden. Ja, het gaat nu echt diep. Het is een beetje zuigend hier. Maar hier komt het, zeg maar, in 1672, als een stoomwals kwam als het leger hier. Als een stoomwals kwam het leger van die kant, hè. Kwamen ze hier zo de Rijn door. Ons prachtige Gelre in. En liepen zo Gelder in. Zonder slag of stoot kwamen die, konden die Fransen zo, hoppa. Nee, bijna wel. Bijna wel. Maar die schutters die hier ter verdediging zaten... Uit Lobit. Die waren door de Pruisische koning waren die opgeroepen. Die stonden nog klaar ergens, maar die stonden op de benen te trillen. Joh, die keken achter de bomen en die zagen daar tienduizenden soldaten aankomen. Dus die hebben waarschijnlijk een keer zo met geweer gedaan. Poef. Okay. En de laatste is nou net uitgerekend die generaal Condé van zijn paard schieten. Ja, niet geschoten, altijd mis. Ja. Die Condé die was tijdelijk uitgeschakeld. En moesten andere officieren, generaals, moesten dat overnemen. Maar die hadden niet zo'n strategisch inzicht als Condé. Die gingen niet rechtstreeks naar Den Haag. Nee, die gingen eerst Knotsenburg overvallen, Doesburg overvallen en nog een paar plaatsen. Dat deden ze de hele zomer over. Waardoor Holland de tijd had om die waterlinie in stelling te brengen. En dan kwamen ze net te laat. En toen hadden ze net de Hollandse waterlinie onder water kunnen zetten. Dus. Je kunt wel zeggen.
Die Gelderse schutters uit Lobith hebben Holland gered van de ondergang. Waarvan akte? Zal ik je even als ridder een beetje helpen? Ja. Oh, ik word graag door een ridder uit het water geholpen. Ja. Ik vind het zo mooi, dit verhaal. En vooral over, ook over dat, dat wij Gelderlanders Holland hebben gered. Het ontroert mij en daarom heeft het ridder René en mij behaagd. Je kan een wethouder van Lobith zijn, maar dat is natuurlijk... Ja, maar dit is dat stelt weer, iets anders, dit, gaat even, dit is even van een hier andere orde. Voorstaan. Ik doe hem even op de broek. Ja, dat vind ik prima. Want ik benoem je ook weer de ridder van Gelre. Laten we eens even voor het nageslacht... Ik ben er apen trots op. Het is je geraaien, schutter. Redder. De paniek slaat ook in Doesburg toe. Er is veel te laat met de voorbereidingen begonnen om de stad goed te kunnen verdedigen. Na het einde van de 80-jarige oorlog is er weinig geld meer geïnvesteerd in de verdediging van het land. Maar hoe is het om te weten dat er duizenden en duizenden Fransen misschien wel jouw stad willen veroveren? En je hebt maar een handjevol verdedigers. Hey, heb je? Ja. 220 treden. Gehaald. Precies. Wat een fantastisch uitzicht, hè? Echt prachtig. Het is prachtig. Mooi weer ook. Maar waar kwamen de Fransen vandaan? Nou ja, we schrijven juni 1672. Die Fransen die kwamen daar aan. Die kwamen vanuit de richting van dat kerkje daar. De kerk van Drempt. Ja, de kerk van Drempt. En dat was Lodewijk zelf met zo'n 10.000 man. En die trok hier naar de stad toe. En de wallen die lagen langs die kant. En die liepen dan uiteindelijk door tot bij de IJssel. Die je daar ziet lopen. Die wallen en de verdediging en de vesting, die was op zich in goede staat. Maar de bewapening van de mensen hier, die was nog niet echt om over naar huis te schrijven. Er waren heel veel wapens, die waren, zoals dat heet, onbekwaam. Scheppen, daar zat de houtworm in, affuiten van kanonnen die verrot waren en dergelijke. Ze hadden dus wel spul, maar het was nou niet bepaald up-to-date. Maar was de vesting voorbereid op zo'n grote aanval van die Fransen? Nee, de vesting was niet echt voorbereid op een grote aanval van de Fransen. Maar hoe kan dat nou? Want Doesburg was met al die andere steden in Gelderland... was ervoor bedoeld om die rijke handel in Holland te beschermen. Ja, dat was wel de bedoeling ook. En dat was ook een van de sterkste vestingen. Maar ze hadden hun manschappen hadden ze veel meer in de richting van de Rijn liggen nog... dan dat ze hier hadden liggen. Dus ze zeiden van nou, die mensen hier die redden dat gaan wel. Maar dat was dus inderdaad niet zo. Doesburg was toen al eigenlijk al... het was een vestingstad. Maar echt van economisch belang was het nou ook weer niet. Dus kijk... Het was een republiek. Holland ging net zoals nu geld steken in dingen waar ze zeker wisten dat ze geld terug zouden krijgen. En ja, dan zit je hier in het oosten, in zo'n achterhoek eigenlijk, tegen die grens aan. En dan denk je van ja, wat moet je daar nou gaan investeren? We werden eigenlijk een beetje aan ons lot overgelaten door die Amsterdammers. We werden eigenlijk wel een beetje aan ons lot overgelaten. En de hoge heren in Den Haag. En de hoge heren in Den Haag, uiteraard. En dat heb je latere jaren heb je dat precies hetzelfde gehad eigenlijk. Het is niet veel veranderd hoor. Nee. Het Franse leger is de Rijn overgestoken. En aan onze kant is er op de Lobithse schutterij na bijna niemand om ze tegen te houden. Een paar regimenten Friese cavalerie die houden het langste stand. En van een van die verdedigers die er wel voor ons was, is er een nazaat. De IJssellinie lag onder vuur van de Fransen. Ja. Een over grootoom Ignatius. Oud-oom Ignatius. Maar laten we gewoon oud-oom noemen. Die kwam van de Kingma-staten met een heel regiment hierheen. Ja. Ja. Hij werd opgeroepen als een van de drie Friese regimenten om strijd te leveren tegen de overmacht van Lodewijk. Maar hij was in staatse dienst en hij had dus het bevel over 500 mannen te paard, cavaleristen. En dit, daar zie ik nog, kan ik nog iets van... Nou, het genetisch materiaal zit erin, maar je ziet het niet. Nee. Dit is wel leuk. Dit is, paarden hebben een dekkleed waar dat zadel opgelegd wordt. En dat dekkleed is heel erg mooi versierd. Had hij dit kleed op zijn paard liggen? Ja, het lag op het paard. Dus dit, tijdens de slag? Ja, tijdens de slag. Mooi, hè? Ja, en het is er nog heel uitgekomen ook, want het hangt nu in het Fries Museum. Dat is meer dan 300 jaar oud. En heeft oud-oom Kingma nog iets kunnen betekenen voor deze omgeving? Ja, op het moment dat die strijd zo daar halverwege juni in 1672
spannend begon te worden hier bij Lobit. Er stonden 120.000 Fransen aan de overkant en het staatse leger was aanzienlijk kleiner. Ja. Maar toen heeft de prins van Oranje op enig moment gezegd, er moet verdedigd worden. Lekker makkelijk vanuit Holland. En toen zijn dus een aantal regimenten, cavaleristen en infanteristen, naar de plek waar gedirigeerd, waar de mannen van Lodewijk al door het water aan het gaan waren. De overmacht, ook van cavaleristen, was dermate groot dat het een verloren zaak was. En toen hebben ze zich strategisch teruggetrokken. Strategisch teruggetrokken? Ja. Dat is wat anders dan laf het achterland in. Ja, in militaire termen heet het dan strategisch. Ja. Maar het was niet laf. Want ik bedoel, misschien kijk, was het wel verstandig. Wat heb je eraan om jezelf om zeep te laten helpen als er verderop een volgende verdedigingslinie ligt, waar je meer kans hebt? En hoe is er in de familie over gesproken, over oud-oom Ignatius? Ja, wij maken wel eens een grap. Wij zeggen namelijk, Ignatius was een hele slimme legeraanvoerder. Hij kwam, hij zag en hij vertrok. Strategisch. Strategisch. Ja, ja. Ja. Ignatius van Kingma, die heeft dan toch, hij is toch Gelre en Holland te hulp geschoten. En daarom, een beetje, hem kan ik het niet meer doen, maar ga ik u toch onderscheiden als ridder van Gelre. Want heeft mij en ridder René enorm behaagd. Nu ga ik natuurlijk net zo serieus kijken als Ignatius. Ja, dat hoort wel een beetje. Ja. Dat u, uw oom, oud-oom, toch zoveel heeft betekend voor ons. Fantastisch, heerlijk. Dat bedoel ik. Een king maar in het... Draag ik bij elke volgende strijd. Na de Rijnoversteek ligt de weg naar Holland open. Maar de Zonnekoning besluit om naar het noorden af te buigen. En Lodewijk maakt van Doesburg een persoonlijk prestigeproject. Een twijfelachtige eer. Van die aanval op de stad in 1672 bestaat een verslag van een ooggetuige. Eens even kijken, 6 minuten goed. Even bekijken wat de majoor erover schrijft. Hij is de enige, zover wij weten, die een ooggetuigenverslag maakt van die bijzondere dag, wat er allemaal gebeurt. We kunnen al vrij snel lezen we dat de Fransen die voor de stadsmuren liggen met enorm geweld de stad aan het belegeren, aan het beschieten zijn bijvoorbeeld. Maar vermits het daar heet afliep en de kogels op het bolwerk aankwamen, zo dik als hagels, zo wilden zij nauwelijks het hoofd over de bos weer steken. Doch de kanoniers deden haar best en wierden de vijand redelijk afdruk gedaan. Dus ze hebben nog wel wat weerwoord kunnen geven, want het is kennelijk zo immens het vuur van de Fransen dat het niet verantwoord is om je hoofd over de boswering te steken. Dus dat geeft wel heel goed aan met wat voor overmacht ze de stad proberen in te nemen. Met slaande trommen in grote getalen gemarcheerd naar de wal met witte vaandels. Dus de burgers willen zich overgeven. Witte vlaggen. Ja, correct. Dan gaat het nog even verder. Diezelfde, dus die vaandels plaatsende op de wal en winkende naar die vijand, de Fransen. Doch de heer Nieuwland liet die daaraf halen en het volk naar binnen drijven. Dus het is niet alleen buiten de muren onrustig, maar ook burgers en de waardgelders, dus een gedeelte van het leger, die willen zich al overgeven. Dat is toch eigenlijk grote chaos? Ja, dus zowel intern als extern rommelde aan alle kanten. Mensen wisten echt niet wat ze overkwam? Nee, zeker niet. Nee. Als ik dit verslag goed interpreteer, is het maar goed een dag gevochten. Dat er echt schermutselingen waren. Het verbaast me wel een beetje, want er ligt hier ook een kaart. Want zo ziet Doesburg er toch uit als een bijna niet in te nemen stad. Met zoveel vestingwallen eromheen. Ja, dat klopt. Als je van deze kant komt, dan is het heel lastig. Maar de Fransen kwamen van deze kant, natuurlijk al een stuk makkelijker was. En als dan ook nog in de stad zelf gemeut wordt, ja, dan is de kracht weg. En de Fransen komen natuurlijk met een enorme troepenmacht. En er zaten iets van 3.500 soldaten in de stad. En als er dan 30, 40, misschien wel 50.000 ervoor liggen. Dus al die factoren bij elkaar
is toch wel een redelijke verklaring waarom de stad toch ingenomen is geworden. En dan zo'n enorme legermacht in één keer voor de deur, zoveel mensen. Alleen dat al is natuurlijk enorm indrukwekkend. De Fransen hebben vrij snel de stad ingenomen en dan wordt de capitulatie getekend. De Fransen trekken weg en laten Gelderland berooid achter. Dit nooit meer. Dat was wel de teneur na 1672. Als die Fransen nou niet zo gemakkelijk de Rijn over hadden kunnen steken, dan was het misschien heel anders gegaan. Dat mocht dus niet nog eens gebeuren. Als hier 100.000 soldaten doorheen konden, dan moeten wij het ja, ook. Ja, alleen bij die 100.000 soldaten bleven er ook een paar op de oever liggen. Zo ging dat vroeger. Kijk, een soldaat die zijn been brak. Ja, dat was jammer. Ja, dat was jammer dan. Maar de meeste, ja, meestal werden ze wel opgeruimd hoor. Want ja. Meestal waren ze natuurlijk toch te veel waard om te laten liggen. En hoe kan het dan dat die Rijn in 1672 zo laag stond? Nou, daar zijn eigenlijk twee oorzaken van. En één kun je hier eigenlijk meteen al zien. De mensen die langs de rivier woonden, als die een stuk grond hadden en er spoelde wat extra grond aan, dan was het hun eigendom. Pikten ze het meteen in. En daarom legden ze dwars in die rivier en liefst nog een beetje met de punt naar de rivierstroom toe. Die... Een krib. Oh. Er spoelt dus grond aan tussen die kribben. En dan is jouw stuk je land groter en dan kun je weer één of twee koeien meer weiden. Ook de stroom zelf had steeds minder water. Dat kwam ook omdat de bovenmond, de plaats waar de Nederrijn zich afsplitste, die werd steeds smaller, dus daar kwam heel weinig water. En ten dele kon je door het waterwaarde, dat zo laag stond. De Hollanders beseften van, hey, die waterlinie die wij bedacht hadden aan de IJssel, die is omzeild. We moeten hier wat doen. Werden die Hollanders eindelijk toen pas wakker? Ja, ik denk dat ze toen pas wakker werden. Want ze hebben natuurlijk daarvoor al hun aandacht gericht op de vloot. Ja. Maar de landlinie bleek dus ook belangrijk. En toen zijn ze gaan praten. Alleen ja, praten duurde in die tijd nou nog langer dan nu. Ze hebben er ook ongeveer 30 jaar voor nodig gehad om tot een conclusie te komen. Maar uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen van ja, de enige manier is om ten westen van de Nederrijn een doorsteek te maken. Dat hebben we te danken aan, indirect aan Lodewijk. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar ook wil Lodewijk niet te veel eer gunnen, nee. Want dat deed hij zelf wel. Je zou misschien denken, dit is een stuk stadsmuur, maar dat is niet waar, hè? Nee, dit is een tuinmuur. Er is van de stad niks meer over. De stad bleef berooid achter na het beleg. Maar wat er over is, dan kunnen we daar wel kijken. Er is nog een stuk over. Er is nog een stukje over, maar dan de gracht. Ja, dit is de gracht van 1672. Dat is eigenlijk het enige wat over is. De Fransen hebben alles ontmanteld, zoals dat heet. Die hebben de wallen allemaal afgegraven. De stadspoorten die werden in een 2 weken tijd, alle stadspoorten die werden opgeblazen. De stad werd helemaal verlaagd eigenlijk waar, als het ware. En het enige wat ze hebben laten liggen, dat is de oude stadsgrachten. En voor de rest was de stad weerloos geworden. En dat was de bedoeling ook van de Fransen. Want die Fransen die zouden vertrekken in 1673. En die vonden dit toch al een sterke vesting. Dus die dachten, laten we Marais maar helemaal slopen. En dan kunnen wij weg. En toen hebben ze de stad op deze manier berooid achtergelaten. Er bleef eigenlijk heel weinig meer over van Doesburg, tenminste als machtige vestingstad. Niks. Er bleef helemaal niks meer over van Doesburg. Het was gewoon een stad. Het was een open stad eigenlijk. Je hoorde van alle kanten in. En dat was denk ik ook wel de bedoeling van de Fransen. Want dan was het ook geen bedreiging meer. Maar ook geen bescherming meer voor het Rijke Holland. Nee, het Rijke Holland was de vesting ook kwijt. En die, ja, dat was jammer. Maar dat hebben ze later, zijn ze dat wel weer goed gaan maken. Zijn ze weer gaan herstellen. Dat zijn systemen, maar ook dat idee van dat is ook in de 18e eeuw. 1672 is natuurlijk heel lang geleden. Ja. Zijn er nog plekken in het landschap nu waarin ik die geschiedenis van die tijd kan aflezen? Nou, eigenlijk sta je daar bovenop. Want we bevinden ons nu op het Pannerdeskanaal. En dat is een regelrecht gevolg van het feit dat Lodewijk de 14e zomaar door de Nederrijn kon waden. Ze hebben toen bedacht dat die Nederrijn meer water moest krijgen. Nou, je ziet daar die heuvel, dat is het Fort Pannerden. Het fort. En iets links daarvan
werd een doorsteek gemaakt vanuit de Rijn, waardoor het water ineens deze kant op stroomde. En hier was in. Een enorme gul gegraven. Ik stel me dat voor als een soort enorme mierenhoop, want het ging allemaal met de hand en met kruiwagens. Ja. Het werd daar doorgestoken. En toen stroomde in 1707, 1708 het water vrij hier door het Pannerdeskanaal. Dit had dus een militaire functie afhankelijk? Oorspronkelijk was het idee dat het militair was. Maar ik zie hier vooral... Maar ze hebben dus inderdaad op het laatst van de beslissingen besloten twee keer zo breed te maken. Voor de scheepvaart? En toen konden er ook schepen overheen. Maar toen, 1672, toen er ingegrepen moest worden, was dat nou iets waar vooral... Holland wat dan had, of hadden wij hier in Gelre er ook nog iets aan? Nou, zover het om het militaire gedeelte gaat, denk ik dat je vooral moet zeggen dat het de Hollanders waren die ervan profiteerden. Dus die vernachtelden dit landschap voor hun veiligheid? Ja, in die tijd keek men nog niet zo erg naar het landschap en naar vernachtelen. Maar het was inderdaad voor hun veiligheid vooral, dat die Rijn-IJsselinie weer in orde moest zijn. Maar Gelderland heeft er natuurlijk wel in de 18e eeuw 8 overstromingen aan te wijten gehad. Dat het water weer hoger kwam? Het water kwam hoger in de Nederrijn. De dijken waren natuurlijk ook 2 eeuwen niet meer bijgehouden, omdat er toch geen water doorheen kwam. Dus alle dijken waren te laag? En de dijken waren te laag, de dijken waren te zwak. En die braken dus overal door waar dat maar enigszins kon. Nee, maar het is natuurlijk toch voor de waterbeheersing uiteindelijk beter geweest. Maar mooi hè, dat toch eigenlijk dan zo'n... Ja, wat is het? Gebeurtenis in 1672 leidt tot het landschap dat we nu kennen. Ja, ik vind dat in ieder geval wel heel bijzonder. Ja. Dat dat op die manier tot stand is gekomen, ja. Want het is een herinnering aan een tijd, ja, die de meeste mensen nu toch wel vergeten zijn. Zeker, ja. Het is knap stijl. Ja, dit is een knappe helling. Maar wel een helling die werd aangelegd nadat Doesburg eigenlijk geen verdedigingswerken meer had. Dat klopt. Wat we hierin zijn te zien, dat is in feite de nieuwe verdedigingslinie voor Holland. Wauw. Vrij uitzicht over het Schootveld. Prachtig, hè? Ja, wat we hier zien, dat is eigenlijk de nieuwe militaire buffer die hier neergelegd is om Holland te beschermen. En dat heette de frontiersteden. En dat waren allemaal steden in het oosten van het land die moesten zorgen dat Holland veilig bleef voor zijn vijanden. En daar is dit een onderdeel van, de stelling van de linie van Menno van Koorn, de Hoge Linie. Die linie moest dus de vijand die uit het oosten kwam, wie dat dan ook was, tegen gaan houden, zodat Holland meer tijd had om zichzelf te kunnen beschermen. Dit was echt in het belang van de Hollanders, van de Amsterdammers? Dit was helemaal in het belang van de Hollanders, als Holland maar beschermd was. Dus als de vijand nog een keer aan zou komen vanuit het oosten, moest deze nieuwe vesting de vijand wel tegenhouden? Ja, dat was wel de bedoeling. Hier zaten veel meer mensen. De vesting was veel sterker, dus het was op zich een goede, degelijke vesting. Ja. Er is geen enkele plek in Nederland waar de vestingwerken die Menno van Koorn heeft gemaakt zo compleet zijn en zo gaaf bewaard zijn gebleven als hier. Hier is het gewoon nog helemaal compleet, maar ook het Schootsveld is nog helemaal vrij. Het is niet zoals in Naarden dat er aan de andere kant van de vesting allemaal huizen gebouwd zijn. Nee, dit is nog helemaal vrij. De vesting is nog echt helemaal gaaf zoals Menno van Koorn hem had gemaakt en is eigenlijk uniek voor Nederland. Dit ligt helemaal beschermd. Het is ook niet altijd toegankelijk. Je mag er zelfs niet in, het is een natuurgebied. Maar 1 keer in de maand geven ze hier wandelingen. Onder leiding van een gids mag je hier de wallen op. Die bescherming, dat is misschien vervelend, maar aan de andere kant, het staat er nog wel allemaal, omdat het allemaal zo beschermd is geweest. Rob, ik vind het zo leuk. Je bent lid van de Menno van Koolhoorn Stichting. En je woont pas een jaar in Doesburg, hè? Sinds vorig jaar woon ik in Doesburg. Je komt eigenlijk uit Noord-Holland? Ja, ik kom uit Noord-Holland. Je verdient het als geen ander om hier in Doesburg ridder van Gelre te worden. Nou, dat heb ik nou altijd al gewild. En nu ben ik het eindelijk. Ridder van Gelre, dankjewel. Beter ingeburgerd kan je niet zijn hier in Gelre. Nee, nou laten we dat hopen. Dankjewel. Dankjewel. Zeker niet. Ridder van Gelre worden. Dankjewel. Geachte excellentie Bussemaker,
graag maak ik u attent op een afschuwelijke vergissing in onze vaderlandse geschiedenis. Wist je dat het Pannerdensch Kanaal eigenlijk een erfenisje is van Lodewijk XIV? Ja, zo kan je het ook zien, ja. Hey, ja. Wist de bussenmaker? Ja, van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Want het moet maar eens afgelopen zijn met die term Gouden Eeuw. Ja, is achterhaald. Ja, ik heb die ook staan. Meest grove randstedelijke arrogantie denkbaar. Nou, ik zet mijn naam er ook onder. Heb je de gansveer bij je? Ik denk dat de aftiteling voorbij is. Oké, bier? Ja, goed. Op Gelre. Op Gelre. En die brief gaan we wel sturen, hè? Mm-hmm.